Ja, er is de opening geweest van de bus, maar zijn jullie er al aan gewend? Gewend? Hij is nog pas maar net geopend, maar ik denk dat ik hier wel heel erg vaak zal in opnemen. Waar gaan jullie allemaal naartoe? Wat is de bedoeling van het gebruik van de bus? In ieder geval naar Crespijn. We zijn nog even aan het overleggen met Renoud waar de andere locaties zal zijn. Maar we beginnen op 2 locaties en we gaan kijken of we dat kunnen uitbreiden naar verschillende locaties. We proberen vooral te kijken naar waar het meeste vraag naar is. Ja. Ik ben in de Popstralen. En in de Popstralen werken we altijd met jongeren die bij ons op podium en eerste stap op podium zetten, maar ook genoeg vooruit zouden reflecteren zijn. Als je met jongeren in gesprek bent over wat hun dromen zijn, waar ze goed in zijn, wat ze muzikaal willen ontwikkelen, merk je eigenlijk steeds meer dat dit een hele mooie plek is, waar het heel veel muzikale belevingswereld van de jongeren gewoon plaatsvindt in hun eigen buurt, in hun eigen straat, in hun eigen wijk. En als ik in Sterrenburg 3 zou wonen of in Krabbel, dan is energie wel een eentje uit de buurt. We zaten te zoeken naar manieren om met meer jongeren muziek te maken. En toen dachten we, ja, je moet ook wat je hier goed doet of wat hier de plek is, wil je naar dichter bij jongeren brengen. Hoe doen we dat? We rijden in de studio. En dan, we hebben gezocht naar een juiste bus waar we dingen konden bouwen, zodat we op de locatie, in jouw buurt of in mijn buurt of in iedereen's buurt, bus kunnen neerzetten en muziek kunnen maken met iedereen die in die wijken woont. Goed idee. Tijd over gedaan of viel dat wel mee? Ja, een busaanschaf is wat anders dan een popstalen runner, dus dat is wel even wat anders. Maar nu we de ervaring hebben, is het wel echt, echt succesvol om... Ik vind het briljant. Ik weet niet, we moeten nog afwachten op het werk, maar ik heb er zeker, ja, ik zie er echt wel meerwaarde van in. Om lekker met een opnamebus, die zie je hier achter staan, de opnames hier gemaakt worden voor muziek. Ze kunnen vanuit de bus kunnen ze muziek maken, dus de wijk in, schoolpleinen toe zou ik zeggen. En, gezellig met elkaar. Het is wat we willen, hè? De wijking. Zeker, en ik denk ook dat dit wel verbindt, hoor. Want mensen komen erop af, gaan met elkaar praten. Dat zie je nu hier ook op het plein. Ja, nu is dan even de muziek gestopt, maar net toen de muziek aan het draaien was. Iedereen staat toch lekker te schikken en zo. Helemaal goed. Popcentrale is goed bezig.